Goedemorgen, daar zijn we weer. Ja, het is 8:15. Nee, 8:15. Bijna 8:30 is het. En het begint al mooi een beetje licht te worden. En ik ga vandaag de hele dag buiten werken. Want de zon, het is een zonnige dag. En we hebben natuurlijk dit weekend het concert. En dan wil ik gewoon dat de entree prachtig mooi is door de tuin. He, er komen allemaal fakkels te staan. En dan wil ik niet dat de oude takken of oude rotte blaadjes op de grond liggen. Dus werk aan de winkel. Ga je mee? Maar voordat ik de tuin in ga, ga ik eerst nog even naar de eendjes. Die willen wel weer graag loslopen. En het is ook tijd dat ik de stal even ga schoonmaken. Dus dat is plan 1. Ja, goedemorgen! Ik kan hier zo van genieten. Heerlijk. Het voorjaar is in zicht. De sneeuwklokjes laten zich zien. En zo, met enkele weken, zullen we heel veel andere mooie bloemen gaan tegenkomen in de tuin. Zo, even tussendoor om dit te laten zien. De ravage van al die boomstammen. Nou, we zijn best ijverig geweest, want deze hoek is al helemaal leeg. Ja. Nou, daar zijn we nu een maand bezig mee. Dus, dit gaat echt een jaar duren. Maar wat anders. Aangezien dit is gewoon te veel om met z'n tweeën zo nu en dan even op te pakken. Wij hebben bedacht, misschien is het leuk om een leuk ploegje te maken hier samen. En het gewoon gezellig te hebben, maar ook gewoon een beetje productief te zijn. Dus ik heb op mijn Instagram al bekendgemaakt dat we vrijwilligers zoeken. Dus, voel jij je geroepen? Nou ja, het zal wel heel leuk zijn. Natuurlijk blijft het vrijwilligerswerk. Maar we gaan er wel een feestje van maken. En we zullen jullie ook lekker verwennen met lekkernijtjes. Dus dat hoort er natuurlijk allemaal bij.
Maar het is ook gewoon een hele mooie plek om gewoon te ontspannen. Even weg van de drukte. Je ziet hier echt niets of niemand, hè? Dus het is zo fijn hier. Dus alleen ons ploegje zie je dan. Nou, hoe fijn is dat? Lekker geconcentreerd met dat ene dingetje bezig. En nou ja, gewoon genieten. Midden in de natuur, tussen de dieren. We hebben nu schapen in de wei. Straks worden het te pinken. De paarden. En nou ja, de koeien. Ja, het blijft gewoon continu veranderen. En we hebben hier natuurlijk ook veel wild. Hazen en reeën, moet ik zeggen. Ik wil altijd herten zeggen. Er komen de eentjes ook aan, die zijn nieuwsgierig. Oh, die rennen snel weg. Snel het water in. Ja, Lammy doet er niks mee hoor. Maar ze is nu gewoon even... ze wil spelen, maar ze heeft niemand te spelen. Eigenlijk moet er gewoon eens even een grote Pyreneese reu bij. En dan is het een mooi stelletje. Nou ja. In de toekomst. Kijk, zo hebben we dat opgelost. Daar is het hok voor de dieren. Maar Lammy die is dol op eitjes. Dat is ook echt onze eierdief. Maar dat gaan we dus even niet doen. Ja, gelijk heb ik paniek bij de kipjes. Maar ze loopt er gewoon doorheen, want ze heeft een ander plan. En dat is de compoststapel. Die zit in die hoek. Dus zijn we begonnen met een nieuwe stapel dit jaar. Hé, dames en twee heren. Ja. Nou, lekker spelen vandaag. Ik sta hier lekker in het zonnetje buiten en uit de wind, hier om het hoekje waait het iets meer. Maar ik ga bij de kastanjeboom alle bladeren opruimen. Ja, iedereen doet dat in het najaar, maar ik wil dat eigenlijk pas doen in het, nou nu, in eind winter, begin voorjaar. En dan is de voeding van alle dode bladeren lekker de grond in getrokken. En nu kan het jasje uitgetrokken worden, zeg maar. Ik ben nog lekker buiten bezig en het is zo mooi weer. Dus ik ga nog gewoon even door met het begin maken van de fruitbomen snoeien.
Ja. Jaap is echt al aan het eten. En Bella begint nu ook. Nou, wat leuk. Oké, het volgende project. Ik heb een begin gemaakt met snoeien van de bomen. Het zijn er heel veel en sommige wil ik echt even heel goed inkorten, omdat daar gewoon jaren geen aandacht aan besteed is. Ik heb hier 20 fakkels. En ik ga ze nu alvast verdelen en dan ga ik ze in de grond stoppen voor zaterdag voor het concert. Nou, ik heb er nog 3 over en die wil ik dan de avond zelf nog iets verder wegzetten. Maar dat is niet ons eigen grond, dus dat doe ik pas op het laatste moment en dat haal ik dan ook direct weer weg. Het is maar voor even, hè. Nou, nu ga ik ze in de grond stoppen. Goedemorgen. Nou, ik ben alweer onderweg. Ik ben nu in Koudum. Onderweg naar Workum, want daar heb ik een bloemstuk besteld en bloemen voor de muzikanten en die ga ik nu zo ophalen. Ik ben zo benieuwd hoe dat bloemstuk eruit ziet. Ja, die komt in de hal te staan en daar heb ik een klein tafeltje, daar heb ik eigenlijk altijd wel bloemen op, maar dit is even wat groter, hè? Echt even een pronkstukje. Daar heb ik wel zin in. Ja. Dus dat gaan we dan nu ophalen. Hi, ik kom de bestelling van koekenbakken ophalen. Zal ik het er even bij pakken? Ja. Ja, voor de glaasjes. Ik denk het trek al eerst gewoon. Ik weet niet hoe je het net al niet. Maar... Nou, dat is hem. Leuk. Ik gelijk even een liedje. Nee, dat is een blad van ja, een stylist. Ja, maar dat liep het te krijgen. Dan zie je die wortels zo in de modder. Nou, nog even snel de supermarkt in geweest. En ik had nog even basilicum nodig en zalm. Dus dat heb ik nu ook even gekocht. En nu ruikt echt, de auto ruikt zo lekker. Naar de bloemengeuren en de basilicum erdoor. Nou, heerlijk. Het is gewoon een nieuwe parfum. Een heerlijke nieuwe autogeur. We hebben tot nu toe 6 borrelplanken gereserveerd.
ik natuurlijk ook wel plankjes in huis. Maar ik vind het wel mooi als het allemaal dezelfde zijn. Dus ik ga kijken of ik ze bij de Action of bij de Blokker kan kopen. En misschien zelfs de Kruidvat. Die heeft ook altijd wel van die gekke dingen. Dus ik ga even sneupen en even kijken waar ik ze het beste kan vinden. Nou, ik heb geluk, want de Action, de Blokker en de Kruidvat zitten eigenlijk allemaal naast elkaar in één hoek. Dan ga ik hier in om de auto te parkeren. Hierachter hebben ze een pleintje. En dan kan je dus mooi de auto kwijt. Nou, dan gaan we dat doen. Dan ga ik... We hebben hier ook wel eens gelegen met de boot. Ja. Had ik nog geen idee dat ik überhaupt in Workup zou eindigen. Maar, het Heideskip dan. Maar toen vond ik het al hartstikke leuk. Zo, nou, there we are. Lang leven Action, want ik heb iets heel moois gevonden. Kijk, het zijn van die hele mooie stenen planken. Die ga ik mooi gebruiken. Oké, ik heb de bloemen binnen en ze staan prachtig. Ik heb ook bloemen gekocht voor de artiesten en voor een vriendin van mij die me helpt. En, maar goed, dat kan je waarschijnlijk nu in het beeld zien. Ik ga jullie nu het bloemstuk laten zien en dat staat prachtig. Oké, ik sta nu bij de voordeur en als je er binnenkomt is het dit wat je ziet. Prachtig, toch? Oh ja, en de stofzuiger staat in de hal. Maar er moet nog even gezogen worden. Zo, en hier laat ik het ook bij vandaag. Want ik heb nog wel wat taakjes te doen. Dus ik ga mijn jas lekker uittrekken en ik ga schoonmaken. En ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Doeg!